toekomst van het Nederlandse voetbal. Dat blijft een groot vraagteken. En hier de aftrap. 90 minuten later zullen we weten waar het Nederlandse elftal dit ogenblik staat. De eerste ingreep van Spelbos. Schoenaker. Werd aangetikt voor de regel Nederland. En de hoekschop, zegt het eerste scheidsrechter, en dus geen doeltrap. Eerste hoekschop voor Nederland. En dan komt Ernie Brands mee naar voren toe. En staan er dan veel Nederlanders in dat stadselgebied voor Peten. Tahamata. Spelbos. Peters. Spelbos met links ineens. En Peten. En de hoekschop. Jazeker, hoekschop van Nederland. Aardige langdurige combinatie van de kant van Nederland. En Peten niet erg overtuigend bij die inzet van Spelbos. Hoekschop van Tahamata. Peter stoppelt. Van Dijnsen. En Jan Peters moet ineens. Dan komt het schot. En Peter. Ja, dat schot was knap lastig omdat het bal voor Peter op de grond kwam. En zo nemen we van twee kantjes op één bij het begin van die tweede helft. Voor Van Wierlo misschien. Ja, Tahamata kan scoren. Hij doet het ook. Simon Tahamata brengt Nederland dan op 1-0 in de 12e minuut van de tweede helft. Je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk een bijna onmogelijke goal is. Het was Van Wierlo die doorging naar die actie met Schoenaker in de hoek. En Tahamata geeft die bal na het doorzetten van Van Wierlo voor zijn voeten en tikt in. Het is 1-0 voor Nederland. En na die eerste helft is dat eigenlijk volkomen tegen de verhouding in. Grealish. 1-2. Het Stapleton. Grealish aan de kant van Daly. En het doelpunt. Doelpunt. Jerry Daly. 12 minuten voor tijd. Daar de 1-2 met Stapleton en Grealish. En die bal kaapt voor de voeten van Daly. En het is 1-1. Stapleton, Grealish en dan de carambol. En nu is Hiele echt kansloos tot die inzet van Daly. En er staat 1-1. En dit is Tony Grealish, de man die de actie inzet en vanuit die gelijkmaker rondstopt. Voor Ierland met de bal. Terwijl Sørensen die muur op afstand zet. Brady richting Lawrensen. En het doelpunt. Lawrensen scoort. 2-1 voor Ierland. En een schitterende vrije trap van Liam Brady. Ingekopt door Mark Lawrensen. Verhaling. Spelbos alleen aan de linkerkant met drie mensen. En Lawrensen kan inkomen en scoren. Hier, de man met de baard. Nog eenmaal. Kijk, Spelbos met drie mensen. Voor het randje van buitenspel trouwens. En Lawrensen inkomt. Maar het is 2-1 voor Ierland. En dan fluit Sørensen af. En kan Dublin hier feest gaan vieren. Het Nederlands voetbalteam met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar en 4 debutanten heeft na 90 minuten slecht voetbal, laat dat voorop staan, verloren van Ierland. En hoe spijtig die conclusie ook is, in mijn ogen is die nederlaag terecht. Nederland kwam eigenlijk min of meer bij toeval via Tahamata op 1-0, maar werd door een wilskrachtig stormland Ierland alsnog verslagen. Geen fraai voetbal,
wel kracht van dit Ierse team. Dat nu inmiddels al in deze groep 2 van de voorronde van het wereldkampioenschap 4 punten heeft verzameld. En Nederland hier met 0.